Gold Rush. Voor diegenen die hem nog niet gezien hebben. En wat wij er zo ontzettend trots op zijn. Nog één keer. Als het goed is. De animatie die we vorig jaar september gedaan hebben. En jullie kunnen straks zien of we aan het bouwen zijn. Is launch, backward launch, seconde even stil hangen. Over alle karakteristieken vertellen, 31, 33, snelheid en dergelijke. Even allemaal weten hè, wat we eigenlijk aan het bouwen zijn. Ik weet niet hoe vaak we dat met z'n allen gezien hebben. En ik kan echt niet wachten op dit moment om hem de eerste keer te doen. Het zal een keer s'avonds laat, s'ochtends zijn als we een keer, de eerste keer de vrijgave hebben om erin te mogen. Een heel leuk verhaal, de story. Het gaat over de goudpoort, het goud zoeken wat in 1848 begonnen is in Californië. Ze kwamen erheen, dat heeft ze richting Californië gemaakt, de ontwikkeling van Amerika. Hier is het na James Marshall begonnen. En dat is nog steeds waar we alles aan vastleggen. Dus ook het fort, het hele Kids County, wat je in de animatie nog in de primaire kleuren zag, dat past daar dan niet meer tussen. Het moet een ruige periode zijn geweest. Het moet een periode zijn waar tentjes lagen, waar overal wat materiaal ligt. En zo gaat hij ook aangekleed worden. De animatie die wij hadden, die is gebaseerd op basis van de specificaties die wij hebben gegeven van de firma Gerstlauer om de achtbaan te hebben. Praat je over het soort bezoekers wat je wilt hebben, welke leeftijdscategorie. Waar wil je? We willen hem onder de monorail door hebben. We moesten drie keer de launch in hebben. We moesten een aantal inversies hebben. De hoogte moest hoog genoeg zijn dat het echt een waardige vervanging van de looping was. Nou, dus hebben we gezegd, minimaal 30 meter op dat moment moet hij zijn om op te pakken. Nou, daar is er een animatie gemaakt, heel simpel, een no-limit animatie die we wellicht allemaal sommigen kennen. En daarnaast is er een door-engineeren. En tijdens het hele engineeringstraject is vastgesteld dat de hoogte om alle energie die er vrij komt, eruit te kunnen halen met de snelheid, dat die op 33 meter zit. We hebben natuurlijk best wel gevolgd dat toen dat ik hier meldde, kan het nou, wat een amateuristisch bedrijf, dat zal garen. Dat ze opeens een en de hebben, oh, ze hebben nog geld over, we pakken er even 2 meter bij. Nou, zo gaat het echt niet. Het is echt uit de engineering gekomen dat je opeens die definitieve hoogte hebt. Dat heeft ook te maken met het hele fundamentenverhaal. Als je hoeveel beton daar in de grond ligt, dat is echt enorm. Alleen al 292 heipalen, het natste plekje van Overijssel uitgekozen om die achtbaan neer te zetten, dat is waanzinnig. Hoe dat gelopen is.
En ook daardoor is vastgesteld dat de snelheid, wat onze gaslauwer nou heeft aangegeven. Moet ik stoppen, Niels, of niet? Nee, dat is mooi om te zien hoe alles voorbij komt. Oh, oké, okay, ja. Maar dat wij 95 km per uur, hebben ze ons nu gezegd, is de snelheid die erin is. Nou, dat vinden we gaaf. Dat wordt een van de snellere achtbanen in Nederland. Ik ga zeker uitzoeken of ik ergens een claim kan leggen. Het wordt de snelste met een inversie of niet. Het is altijd leuk als we dat naar voren kunnen brengen. Maar het is wel de eerste in Nederland met een triple launch daarin. Maar zo ontwikkelt zich zo'n traject en zo'n project. Als je ooit een keer zegt van nou, het is 31 meter hoog. Dan is het daadwerkelijk 33 meter hoog. En wij zullen zeker een keer de politie uitnodigen, iemand met een lasergun, om te kijken hoe het met de snelheid is, dat we dat ook kunnen waarmaken. Ik hoop dat ik niet te veel zeg op dit moment. Ja, dit zijn de specificaties die we al een keer gemeld hebben, liggen herhalen, of inmiddels weten, de heipalen, capaciteit van 800 personen per uur. Gigantische discussies over vragen, is dat voldoende of niet? Wij vinden dat voor ons voldoende. En er zou geheid een dag zijn dat je daar langer als een uur wellicht in de wachtrij moet staan. Maar dat zijn onze topdagen. En in ieder park, in onze omvang, ga je niet al je attracties maken voor de 10 drukste dagen van het jaar. En dat is heel simpel. Hoe zijn wij aan die 800 gekomen? Ja, dat is het verhaal. En dan praat je over een uur ongeveer wachtrij, wat we ook aan het ontwikkelen zijn op dit moment. 200 tonnen ijzer, alleen voor de palen hebben wij erin. Komt dat erin. Je zal straks wel zien wat er allemaal al staat. En slechts een doorlooptijd van 14 maanden, 15 februari 2016, heb ik het eerste appje naar de mensen van Gerslauer gestuurd. We moeten even een bakje koffie doen, want ik heb een achtbaan nodig volgend jaar. En die moet in het voorjaar open. Nou, en we gaan hem redden, ook op dit moment. Thematisering. In bouwprojecten zijn alle parken altijd blij dat je alles helemaal uitgewikkeld hebt. Grote besteks heb geschreven. Kun je het gaan uitoffereren laten bij verschillende bouwondernemingen en alles. Nou, als je het over een design en beeld, ontwerpen en bouwen tegelijkertijd hebt, dan heb je het wel over Slagharen winter 2016-2017. Want dit is getekend in september vorig jaar. Toen zijn we nu aan het oppakken. Dit wordt overigens uitgevoerd door PNP uit Nederland. Deze gaat deze thematisering doen. Zijn we eindelijk weer na zoveel jaren bij terug. Het team van Philip van Straten. Erg leuk, dus die gaan de entry portal doen, die gaan de aankleding van het station oppakken. En hier tussen is 8 meter, dus echt een imposante entry portal om onze Gold Rush te betreden, de wachtrij. En hier staat hij op, nou, hier staat hij als 2,5 meter getekend destijds. Nou, inmiddels is daar de monorail track zit aan de onderkant. Op 4,5 meter op de plek. Nou, en deze toren die wordt 6 tot 7 meter hoog die ervoor komt te staan. En uiteindelijk zal deze hele Q-line hier daadwerkelijk zo onder deze helix zal die daar onderdoor lopen. Ja, dan de trein. Nou, sommigen van u hebben deze misschien vorige week of anderhalf week geleden, denk ik dat het was dat we daar waren. Tijd gaat ontzettend snel. Het is een moeilijke terrein echt om helemaal te thematiseren, ook qua ons budget wat we hadden. Ik zei, nou, we moeten het toch wel doen, dat is ook een beetje wat ik al in andere parken heb gedaan. Dus we hebben gekozen om in een paar plekken goed, de zijkant is de zijkant, je moet dus laag instappen, dus heb je ook niet heel veel mogelijkheden dat er geen struikelgevaar is. Dus de voorkant, we hebben daar een bullrack proberen te creëren als echt een trein uit het verleden waar je dan mee naar binnen gaat. Lampen werken echt. Er zijn heel veel vragen gesteld over batterijen. Hoe zit dat? Ja, dat is aan ons. Dit is gewoon batterijen en zouden opgeladen worden. Ja, zo biedt het heel makkelijk. Ga je dat oplossen. De letters Gold Rush erop. En uiteindelijk een hele robuuste, stoere trein. Trein met mensen erop. 9 ton. Je moet je voorstellen, die net stond er 1800 kWh die je nodig hebt om die trein af te schieten. En je zit er met 20 man in, met al het staal erin. En dan is het echt een beest van een trein die door deze trek gaat. Dus we hopen dat hij er op 18 maart is hier. Dan wordt hij geleverd. En dan gaat hij als het goed is ook meteen de trek op.